Buenos dias, welkom bij weer een nieuwe NEC-update. En dat vanuit het zonnige Spanje, terwijl in Nederland iedereen rilt van de kou en zich druk maakt. Kunnen we wel of niet schaatsen? Ja, schijnt het Spaanse zonnetje hier nog heerlijk. En daar geniet NEC dan ook nog van de laatste dag alweer voor de mannen van Rogier Meijer. Want vanavond vliegen ze terug. Dus de laatste training ook onder de Spaanse zon. En dat gebeurde met wat loopoefeningen. Kijk, rondjes lopen. En daarna wat andere oefeningen, wat evenwichtsoefeningen. Kijk, hier moeten ze elkaar onderuit halen. En dat was een gelach. En dat zag er leuk uit in ieder geval. En er werd ook nog wat voetvolley gespeeld. En dan is het tijd voor ons om ook even terug te blikken met trainer Rogier Meijer op het afgelopen seizoenshelft natuurlijk, op het trainingskamp en naar de toekomst. En vooral, ja, je staat nu op plek 8. Ben je daar tevreden mee? Even te kijken. Ja, plek 8 is denk ik wel iets waar je uiteindelijk wel tevreden mee kan zijn, hè, zeg maar als resultaat op het einde. Ik denk dat er ook wel momenten waren geweest dat we iets meer hadden kunnen halen. Hè, dus dan kun je daar nog een beetje ontevreden over zijn, maar uiteindelijk sta je daar waar je staat. En van daaruit kunnen we denk ik hebben een goede uitgangspositie. Begin van trainingskamp hoorde ik je zeggen tegen de spelers, het is maar een korte tijd. En eigenlijk moeten we gelijk weer op niveau zitten. Is dat gelukt in je ogen? Dat moet nog blijken natuurlijk. Maar dat gevoel heb ik wel. Als je kijkt naar de trainingen die we gedaan hebben, dan zit er heel veel gretigheid en intensiteit in en ook kwaliteit. En ondanks dat dan de groep iets kleiner is, ja, zie je wel meteen de kwaliteit terug die we graag wilden. Nou, als je dan kijkt naar de wedstrijd gisteren, zeker de eerste helft, was gewoon uitstekend denk ik. Dus dat is wat je graag wil. En ja, ik heb er ook gezegd, omdat we volgende week al 3 wedstrijden hebben. En daarmee wil je ook bij die groep natuurlijk meteen iets losmaken van jongens, we gaan niet eerst 3 dagen lekker opstarten. Nou, dat hebben ze denk ik wel opgepakt. Ja, toch 2 blessuregevalletjes tijdens de trainingskamp. Lasse Schöne en Gisser Pereira, wie uitviel. Hoe is het met die twee? Lasse die had al klachten voor de winterstop. Bij de wedstrijd GVV dat hij niet meedeed. Nou, die klachten zijn nog niet helemaal weg. Hè. Dus die kan op dit moment niet met de groep meetrainen. Dus dan moeten we in Nederland kijken hoe dat verder gaat. Brian viel gisteren uit. Nou, dat lijkt wel mee te vallen. Die jongen die wilde heel graag die minuten spelen, uiteraard, omdat hij er een tijdje uit is geweest. En misschien was het net even iets te veel en te gretig. Nou, ik denk dat meevalt, maar dat weet ik ook nog niet helemaal zeker. Maar zoals ik het vanochtend zag, zal dat niet heel lang zijn. Ja, maar gisteren kwam het nieuws naar buiten over Bas Dost. Het positieve nieuws, hè, want als hij groen licht krijgt, dan wil hij heel graag gaan aansluiten weer bij de training van NEC. Daar is iedereen natuurlijk blij mee. Hebben we dan nog wel een spits nodig? De transferwindow is open. Wat denkt Rogier Meijer daarover? En hoe zit het met zijn toekomst? We zullen zeker ook nog voorin verder kijken. Hè. We weten uiteraard niet precies hoe het met Bas zich gaat ontwikkelen. Nou, op dit moment hebben we 1 spits. Dus daar moeten we naar kijken. En daar hebben we nog een dag of 25 voor. Dus ja, eerst maar eens kijken hoe het allemaal gaat. En tegen Carlos zeggen, ja, met deze groep wil ik gewoon het seizoen afmaken. Dus niemand verkopen in de winterperiode? Nee, dat weet hij, ja. Dat mijn wens is dat zoals we het nu doen en iets aanvullen, dat we bij elkaar blijven. Ik snap ook, hè, dat er soms ook een ander belang is op het moment dat er een speler eventueel het contract loopt en die kunnen we nu nog verkopen. Alleen, ik heb liever iedereen bij elkaar. Hoe was voor jou het afgelopen half jaar? Ja, ik heb er wel van genoten, moet ik eerlijk zeggen. En uiteraard zijn er momenten dat het zwaarder was, omdat het niet zo loopt zoals je zou willen. En dan komt er ook wat druk en wat rumoer bij. Alleen ik denk dat op het moment dat we op het veld waren of met de groep bij elkaar, ja, dat we ons werk gewoon goed hebben kunnen doen. Nou, en daar leer je ook weer van. Zijn dit soort momenten ook vaak om even te evalueren? Vaak met Carlos, maar ook misschien met jezelf om te kijken van hoe je toekomst eruit ziet. Heb je daar al over nagedacht?
Nou, nog niet zoveel eigenlijk. Dat zei ik ook net bij jouw collega's. Afgelopen half jaar heeft in teken gestaan van wat we gedaan hebben met elkaar. En ik ben nog niet zoveel bezig geweest met mijn toekomst. En ik denk dat het ook iets vroeg is op dit moment. Dus dat zal de komende tijd wel komen. Ja, en dit was dan de NEC-update voor vandaag. NEC vliegt vanavond terug naar het koude Nederland. Wij blijven nog even hier, want wij gaan morgen op bezoek bij een oude bekende. We gaan op bezoek bij Cas Odenthal. En die zit morgen in de NEC-update. Dus ik zeg graag tot dan.